Psalm 120. Ja, goedendag allemaal. Hartelijk welkom. Ook de kijkers die meekijken via het internet. Ik ga het vandaag hebben over de grootheid van God. Door de hele Bijbel heen lezen wij over de grootheid van God. Die zich openbaarde in uitzichtloze situaties en natuurlijke onmogelijkheden. Voor God zijn alle dingen mogelijk. Amen. En voor diegenen die God liefhebben en vertrouwen op God en geloven in Jezus, zijn woord en het woord gehoorzamen en daarna handelen en leven, is ook niets onmogelijk. Onmogelijkheden bestaan niet in het Koninkrijk van God, zolang het naar de wil van God is. Niemand overtreft de grootheid van God. En niets is sterker dan de kracht van God. De grootheid van God openbaarde zich bij de schepping van de hemel en de aarde en al wat daarin is. De aarde was woest en ledig en de duisternis heerste. In de natuurlijke wereld was er niets aanwezig en van deze chaos een volmaakte schepping te maken. Zo schiep God vanuit de woestenij en duisternis een volmaakte hemel en aarde. En al wat daarin is, in 6 dagen. Want op de 7e dag nadat zijn werk was volbracht, rustte God. God betoonde zijn grootheid aan Abraham door hem de belofte van een zoon te geven. Het enige wat Abraham hoefde te doen was te geloven in de woorden van God, in zijn belofte, zodat de belofte van God werkelijkheid zou worden. God toonde zijn grootheid door de geboorte van Isaac. De grootheid van God werd ook zichtbaar door de geboorte van Jezus Christus. Jezus maakte het koninkrijk van God zichtbaar door zijn woorden en de vele wonderen en tekenen. Maar het grootste werk waarin God zijn grootheid betoonde, is natuurlijk de opstanding uit de dood van zijn zoon, Jezus Christus, en de schepping van de nieuwe mens. Na de dood en opstanding van Jezus Christus en nadat Jezus plaatsnam op de stoel van genade aan de rechterhand van God, hield Gods grootheid niet op. Door de komst van de Heilige Geest werd Gods grootheid zichtbaar in de levens van zijn zonen. Nadat de discipelen van Jezus gedoopt waren met de Heilige Geest en zij een nieuwe schepping, oftewel zonen van God, waren geworden, getuigden zij in vrijmoedigheid van Jezus de Christus. God betoonde ook zijn grootheid aan Petrus, die in de gevangenis zat, en in de nacht een engel te sturen die Petrus bevrijdde uit de gevangenis. God verhoorde de gebeden van de wedergeboren gelovigen die samen de gemeente vormden en voortdurend tot God voor Petrus hadden gebeden. En zo werd Petrus door de grootheid van God uit de handen van Herodes bevrijd. Ook in het leven van Paulus en Silas betoonde God zijn grootheid in hun gevangenschap. Zo deden er zich nog veel meer situaties voor in het leven van de zonen van God,
die in de natuurlijke wereld uitzichtloos leven en waarin dingen onmogelijk waren. Maar door hun geloof in Jezus Christus, het woord en hun gehoorzaamheid en vertrouwen in God en hun standvastigheid, zorgde Gods grootheid voor een uitweg en veranderde onmogelijkheden in mogelijkheden. Ja, op de achtergrond heb ik, even kijken hoor, bergen. En ja, bergen zijn echt ook de grootheid van Gods schepping. En net voordat ik het woord ging doen, kwam er een Israëlisch lied. En dat is: ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? En dat is inderdaad een hele mooie aanvulling, ook op het woord wat ik vandaag ga spreken en waar ik nu ook een stukje over de bergen ga vertellen. Veel mensen zijn nu bezig hun vakantie te plannen. Een zonnige strandvakantie, een actieve survival, boservaring, een culturele stedentrip, een verre gezinsreis of een bergklim- en klautertocht. Welke vakantievorm je ook kiest, bergen hebben een bepaalde aantrekkingskracht. Hoe je daarna een klimtocht op de bergtop kunt genieten van een prachtig uitzicht, hoe water zich een weg zoekt naar beneden, hoe bomen zich op de meest onmogelijke plekken vasthouden op riggels en randjes, hoe dieren daar met schijnbaar gemak op de schuine helling verplaatsen, hoe ik mij kan voorstellen dat ergens op die berg nog nooit een mens geweest is en misschien wel ergens een onontdekte ingang van een grot is. Bergen geven mij een nietig gevoel. Nu zijn er verschillende bergen met ieder hun eigen eigenaardigheden. Steil, hoog, groot, glooiend met witte bergtoppen. Wanneer je op vakantie in de bergen bent, besef je dan dat deze geweldige bergen zich niet kunnen meten met de macht en de grootheid van God. Hij is degene die de bergen heeft gemaakt. Amen. Met zijn vinger de dalen en valleien erin heeft geboetseerd, bedacht heeft waar de boomgrens zou moeten zijn, levensvormen op onmogelijke hellingen gecreëerd, kostbare gesteentjes in de bergen geplaatst om gevonden te worden en met zijn machtige hand sneeuw over de toppen gestrooid. De bergen weerspiegelen de macht en de grootheid van God. Schepping laat zoveel zien van zijn grootheid, hoe hij alles perfect kan laten groeien en bloeien, de variaties aan geuren en kleuren laten zien, hoe oneindig zijn kracht is. Kijk, wij zijn in staat om veel te maken als mens, maar het blijft te overzien. God sprak en het was er. Gods manier van dingen maken gebeurde door zijn spreken. Zijn woorden hebben zoveel kracht dat wat hij zei ook daadwerkelijk ontstond. Als je gewoon om je heen kijkt, de natuur ziet, dan is het bijzonder, maar eigenlijk is het allemaal helemaal niet normaal. Het is uitzonderlijk, het gaat ons beseffen te boven. Als je loopt tussen die enorme rotspartijen en bedenk je dan van, als God deze enorme rotsen van vele meters maakte door één woord, hoe groot is hij dan? Als dit voorkomt uit zijn scheppingswerk, dan is het onbeschrijfelijk hoe groot hij is. En dan meet je dat alleen nog maar af ten opzichte van de schepping en nog niet eens van wie hij is in zijn wezen en in zijn heiligheid. Vanaf het eerste vers in de Bijbel wordt de almacht van God benadrukt. God is de schepper van alles wat bestaat, de hemel en de aarde en met al hun pracht. De natuur zelf verkondigt de grootheid van God. Elke zonsopgang en zonsondergang
de sterrenhemel, de bergen, de zeeën, alles getuigt van zijn majesteit. In Exodus 14 lezen we over de scheiding van de Rode Zee. Doordat het water werd gespleten, konden de Israëlieten aan de overkant komen. Dit wonder laat zien dat God de natuurkrachten kan beheersen en zijn volk kan redden tegen alle verwachtingen in. In het Nieuwe Testament zien we in Marcus 4 de storm op het meer. Hij bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Hij zei tot zijn discipelen: waarom ben je zo bang? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar: wie is deze toch, dat ook de wind en de zee hem gehoorzamen? Amen. Jezus toont hier zijn goddelijke macht over de natuur, wat ons herinnert dat niets onmogelijk is voor God. En dan ga ik jullie hebben gezien, ik heb een t-shirt aan met een leeuw. En daar wil ik ook even een stukje over gaan hebben, over de leeuw. Daarom heb ik dit t-shirt ook speciaal aangetrokken voor jullie. In de Bijbel staat de leeuw vanzelfsprekend voor een vertoon van kracht en trots. In de natuur zijn leeuwen de enige katachtige roofdieren die in groepen jagen. Want hun jachttactieken zijn zo effectief dat zelfs olifanten hun soms ten prooi vallen. Met één klap van hun klauwen kunnen zij een groot dier vellen en hun schaarachtige tanden kunnen vlees afscheuren, snijden en vermalen. Vanuit het boek Spreuken leren we nu een aantal kenmerken kennen die we associëren met de leeuw. Ten eerste kan de leeuw angst oproepen. De toren van een koning is als het brullen van een jonge leeuw, maar zijn welgevallen is als dauw op het gras. Spreuken 19 vers 12. Jezus is de leeuw, wiens gebrul angst teweeg brengt. Maar God zij dank, zijn goedgunstigheid is als dauw op het gras. Het intimiderende karakter van een leeuw verdwijnt als je weet dat hij voor jou is en niet tegen je. Die krachtige leeuw is op jouw hand. Hij is je gunstig gezind. Ten tweede wordt de leeuw gezien als moedig. Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is. Maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. Spreuken 28 vers 1. Moed en zelfvertrouwen maken deel uit van de aard van een leeuw. Ten derde wordt de leeuw gezien als onweerstaanbaar. De leeuw, de koning der dieren, deinst voor niets terug. Jezus is de onweerstaanbare, onverslaanbare, alles overwinnende leeuw van de stam van Juda. De leeuw heeft enorme kracht, is angstaanjagend en imponerend. We zouden bang van hem moeten zijn, maar deze heerlijke waarheid mogen we ook weten. Als we het lam ontvangen, dan hoeven we niet bang te zijn voor de leeuw. Het is een geheimenis dat mensen die Jezus aannemen als het lam, tevens onder de indruk komen van zijn geweldige grootheid. Amen. Zijn kracht en almacht, en die zal niet intimideren, maar juist een gevoel van ontzag en veiligheid geven. God handelt vanuit de geestelijke wereld. Als de wereld geen uitweg meer ziet, ziet God wel een uitweg. Alleen is Gods uitweg en zijn tijd niet altijd naar de wil van de mens. De Bijbel getuigt van Gods grootheid. Jezus zei niet dat er geen stormen in jouw leven zullen komen, maar hij zei wel dat als jij een doener bent van het woord en blijft standhouden op het woord en de stormen zullen komen, jij zal blijven staan en niet ten onder zal gaan. Amen. Door moeilijke situaties groei je open, word je gevormd als een zoon van God. Want het woord zegt dat wie God lief heeft, hij kastijdt.
Vele gelovigen willen wel overwinnaars zijn en zingen en belijden met hun mond, maar willen geen strijd in hun leven. Zodra zij tegenslagen hebben en strijd in hun leven ervaren en de dingen niet zo gaan zoals zij willen, raken zij in paniek, ontmoedigd en wanhopig en weten zij niet zo goed wat ze moeten doen. Maar zij vergeten dat je alleen een overwinnaar kunt zijn als je iets overwint. Daarom kan er zonder strijd geen overwinning zijn. De grootheid van God openbaart zich in de uitzichtloze situaties waarin in de natuurlijke wereld geen hoop en geen oplossing is. Ik wil jullie een voorbeeld geven van een kort voorbeeld van het NTI. Ik ben dus een studie begonnen en uiteindelijk, het heeft lang geduurd dat ik erop moest wachten, maar na 5,5 week kwam het cijfer dat ik een onvoldoende heb. Dat ik een 5,2 heb. Dat scheelt dus 3 punten. Met een 5,5 was ik geslaagd. En ja, dan word ik natuurlijk boos, want de NTI reageert heel laat. Ten eerste, dus ik moet weer een hoop geld betalen om weer een verlenging te doen. Bij mij wou ik het voorbeeld ervan geven, ik raakte ook in paniek. Ik had ook zoiets, ja, hoe moet dit nou verder? Moet ik hogerop met een rechter? Hoe moet dit? Hoe moet ik hier doorheen komen? Nou ja, goed, God zijn alle dingen mogelijk. En God heeft nu ook weer een oplossing gecreëerd om verder te gaan. Hij liet mij een beeld zien van een adelaar. Dat was vorige week zondag hier in de dienst. En hij liet mij een lied in mijn hoofd van God. Wijs mij een weg waar ik zelf geen uitkomst zie. En zo helpt God je toch weer er doorheen. Jezus wil dat je naar hem kijkt en volledig op hem vertrouwt. In plaats dat jij vertrouwt op de wereld en op jezelf en jouw eigen grootheid, intellect en vaardigheden. Zodat de grootheid van God zichtbaar wordt in zowel jouw leven als in de levens van anderen. Waardoor Jezus verhoogd wordt en God alle eer krijgt die hem toekomt. En dan ga ik het laatste stukje doen. Het gaat over edelstenen. Ik ben helemaal gek van edelstenen. Het zijn stenen uit het gebergte. En dat is dus ook van God. Ik wil hem even door de rijen laten gaan. Om even te laten zien hoe de ruwe kant eruit ziet. Hoe de gladde kant eruit ziet. En hoe mooi eigenlijk een edelsteen is. En je mag hem doorgeven. Aan de ander. En stenen, ja, je kan er diep op ingaan. Je kan denken van, stenen geven genezing. Nee, stenen geven geen genezing. Het is God die de genezing geeft. Maar wij mogen wel genieten van deze mooie dingen die ook door God zijn gemaakt. Het beeld van prachtige, kleurrijke edelstenen in de Bijbel heeft ook een prachtige, kleurrijke betekenis. Die jou de overtreffende, onuitputtelijke liefde van God voor jou laat zien. Edelstenen zijn zeer kostbaar en liggen niet aan de oppervlakte van de aarde en je moet er diep voor graven om ze te vinden. Eigenlijk kan een mens ook worden gezien als een ruwe steen. Van nature als zondaar, ruw en zonder glans. Gezien door de bril van God is er niets schitterends aan hem of haar te ontdekken. Stelt de mens zich echter beschikbaar aan de grote diamantslijper, dan kan daar een mooie en schitterende edelsteen uit groeien. Daar is geloof en vertrouwen in God voor nodig. De Heer Jezus zelf nam de kastijding van zijn eigen vader vrijwillig op zich. En daardoor kregen degenen die in hem geloven vergeving van zonden. Zo mogen gelovigen zich beschikbaar stellen om door de genade bruikbaar te worden voor het werk van de Heer. Edelstenen in zijn hand, schitterend voor zijn oog. De grote meester in de hemel is zo'n vakman. Hij is de diamantslijper. Bij uitstek als geen ander in staat om de nodige bewerkingen uit te voeren, zodat de steen tot zijn volle recht komt. En ook kan functioneren als edelsteen. In de Bijbel worden de edelste der stenen natuurlijk ook genoemd. De grote schepper van hemel en aarde bedacht de unieke manier waarop edelstenen in de natuur ontstaan. En niet zonder bijbedoeling natuurlijk. Door grote druk
en hoge temperatuur ontstaan deze unieke mineralen. Wij mogen van die schittering genieten en Gods onmetelijke grootheid en veelkleurige wijsheid erin zien. God spreekt door de schepping en getuigt van zijn bestaan en weerspiegelt Gods karakter. Dit is wat ik wou zeggen vandaag. Zegen wil ik verder allemaal.